dit was die kant op kijken. Het is dichtgegaan in 1970. En deze kade beneden is juist wat je hier nog ziet. Oké. Dus het was een drukke haven en nu is het heerlijk rustig. Alleen hier is het een beetje herrie. Wat zei u? Het was heel druk hier. En nu is het een stukje rustiger geworden. De Willemsvaart, omdat ze hebben een haven gedempt en een dam in de stad gemaakt in 1968, 1970, die periode. Dus de haven is weg, er is een zwembad gekomen en een kinderboerderij. En een basketbalkooi. Maar hier eindigt een lang kanaal, je kunt er anderhalf uur over varen. En een heleboel over vertellen. En schipper Iris die gaat het dadelijk ook een klein stukje doen. Waarom gaat u met de Willemsvaart? Om een leuk stukje Den Haag te zien. Naar het Westbroekpark. Bij de theetuin gaan we meestal wel wat drinken. Dus ik ben al een paar keer mee geweest. Maar ik vind het een leuk, leuk gebied hier. Ik ben Iris en ik vaar op de Willemsvaart. Dus ik hoop dat hij het naar uw zin heeft. Oh, je moet nog een beetje groeien, maar goed, dat komt vanzelf. Een dag voor het raam aan, dan gooi ik jou gewoon in het water om te laten zien dat het ook goed werkt. Zullen we dat doen? Het water is lekker hoor. Zo, maar ben jij op tenniskamp geweest, hoorde ik dat? Mooi hoor. Ben heb je er gewonnen? Helemaal klaar voor? Ik vrouw iets naar binnen. Zo. Nou, daar gaan we dan. Ja. Dus de haringkade. En hier lagen vroeger heel veel haringboten. Dat was een van de grootste binnenhavens van Europa. Huizen hier aan de zijkant zijn van 1899. Dus die staan nog al een tijdje. En als we er naar kijken, denk ik, nou, die staan er nog goed bij ook. Goed onderhouden. Dus een Scheveningen, het Scheveningen dat toeristen niet zo vaak zien. Terwijl het wel heel erg de moeite waard. Dus vandaar dat we met de Willemsvaart hier graag naartoe varen om de mensen te laten zien hoe mooi dat is. Als je hier uitstapt waar u bent ingestapt, dan is het nog maar 5 minuten lopen en dan sta je aan het water van de zee. Vroeger was dat 1 minuut lopen, ze hebben dus een stukje van de haven doen verdwijnen. Maar 5 minuten is nog steeds goed te doen. Aan de andere kant staan wat modernere huizen. Er ligt een heel mooi bootje. En als u erop inzoomt, dan ziet u ook dat het zo heet. Een bootje, een mooi klein Frans bootje, die blauwe. Is die boom die hier ligt, zijn die allemaal geplant door de particulieren die hier wonen of is dat gewoon van de gemeente werken? Allebei denk ik. Zeg maar, hè, mooie bomen. Ja. Maar ik denk dat er al wat bomen stonden voordat die huizen. Maar hier natuurlijk niet, dit is allemaal wat jonger. Dit was echt een kade waar vooral haringvaten stonden en minder groen. De kade was gewoon hard van steen. Dan een brug, 1890. Ik weet niet helemaal zeker of die hier zijn leven begonnen is. Je had meer van die bruggen bij stukken gracht die gedempt zijn bij de Konradkade en bij de Waldeck-Piermondkade en de Koningin Emmakade. En op foto's lijken die bruggen heel erg veel op deze. En op oude foto's van deze omgeving zie ik deze brug niet. Dus het kan zijn dat ze hem verplaatst hebben, maar is niet helemaal zeker. Hij is wel heel mooi zo met die ronde stenen en die dan weer zo terugkomen in het metaal. Eén kapje is eraf, maar die wordt gerestaureerd. Die komt wel weer terug. Komt nog een schip van je. Ja, de Bismarck. Die kant tegen de stootje, die is al een keer gezonken. Hallo. Hallo. Dat is heel wat genodigd om die onderwater te krijgen. Nou, dat moet 2 jaar moeten hebben. Kijk, de kol erop. Ja, dat is ook een boot. Dus de broer van Iris. Die vaart ook wel. Die vaart. Die heeft invalide kinderen aan boord. Die hebben een rolstoeltje gewoon naar boord gelegd. Dat kan ook. Ja, mooi. Meteen lachen, pap. Wat gaat pap doen? Uit de pannen zeer goed.
Ook hier de Harikade nog, maar dan een stuk groener dan we net hadden. Hier rechts ligt het Van Stolkpark. Dat is de oudste villa-wijk van Nederland. En hier ligt de rand van het Westbroekpark. Waar nu de parade te vinden is. En een hele leuke, mooie rozentuin. Vandaag is het de dag van de roos. Daar hebben ze de Europese kampioenschappen gehouden. Daar hebben ze gekeken welke roos het mooiste is. De jonge schipper. Ja, dat is de boer van Iris. En die gaat heel netjes zitten, want die ziet zijn ouders. Hoi. Hier heb je een mooie doorkijk. Ook mooi het licht. Westbroekpark. Rosarium, maar ook een heel mooi stuk met rhododendrons. Het heette eigenlijk het Nieuwe Park. De Nieuwe Parklaan die hebben ze er ook omheen gelegd. Maar hij is uiteindelijk genoemd naar de ontwerper. Ook van het Zuiderpark, dezelfde manier. Dit is voor auto's één richting verkeer. En daarom ook eigenlijk geliefder bij fietsers en voetgangers. En daardoor een heel mooi stukje zat. Je kunt daar boven met je hond wandelen, maar je kunt ook mountainbiken. Er ligt op die heuvel een mountainbike bijvoorbeeld. Zo waan je zonder auto stopt in één keer weer 100 jaar terug in de tijd. Ja. Dat is mooi, hè? Je kunt hier in 2011 gewoon varen. Hallo, hallo. Hallo. En dan heb je toch het idee dat je weer 100 jaar terug bent. Is dit een vrijwilligersorganisatie, Willemsvaart? Ja. De Willemsvaart is een vrijwilligersorganisatie met een vrijwilliger of 6. En we varen sinds 2009. Het is genoemd naar koning Willem I. En die wilde toeristen naar de zee brengen. En dat vonden we een goed idee. Maar dat is rond 1826 geweest. En tot 1968 heb je rondvaartboten gevaren. En wij zijn er in 2009 weer mee begonnen. Inderdaad met een vrijwilligersorganisatie. En Iris is daar één van. Ja. Het is onwijs leuk om te doen. Het is gewoon heel relaxed na je school. Allemaal verschillende mensen. Van kinderfeestje tot verjaardagen tot bruiloft. Alles is eigenlijk te doen. Dit is de waterkant. Met een meeuw die daar ook al helemaal kind aan huis is. Een terrasboot die je kunt afhuren bij de waterkant. Voor een diner op het water. Romantisch. Normaal gesproken roeibootjes. We hebben er al een paar gezien. Maar die zijn nu allemaal lekker onderweg. En een klein pontje. En die brengt mensen van de ene kant naar de andere kant. Van de Harikade naar de waterkant. Je kunt hier alles bestellen wat je wilt. Alleen vlees hebben ze niet, maar voor de rest hebben ze alles. En heel gezellig, heel leuk. Dan krijg je een bruin huisje van de plantsoenendienst. En die zorgen dat alles zo mooi groen blijft. En die meeuw die denkt, als je het over mij hebt, dan kom ik even langs. Ja. Ik wil ook in beeld. Ja, dan hoor je mereltjes om je heen. Het is echt midden in de stad eigenlijk en vlakbij dat strand. Maar toch zo heerlijk rustig. Natuurlijk gaat er dan een auto toeteren. Altijd. Als u hier dadelijk doorheen kijkt, ziet u een stuk van het Rosarium. Waar dus al meer dan 60 jaar nu die Europese kampioenschappen worden gehouden. En hier heb je mooi een beeld op de parade en op de mooie rozen. Dat bijt elkaar helemaal niet. Ja, achter dit eilandje lag de zwemschool uit de tijd van koning Willem II. Hier leerden zijn soldaten zwemmen. Er zijn in het boek 125 jaar Scheveningen nog hele mooie plaatjes van hoe dat ging. Maar het is niet zo diep. Want als die soldaten niet konden zwemmen, nou, dan moesten ze wel weer kunnen opstaan en weglopen, anders werd het leger steeds leger. Er is een mooie beschutting voor, en zodat de dames uit Scheveningen hier onderweg naar ons Haagje niet afgeleid werden door al die ploeterende soldaten. Het is een zwembad gebleven, dat is niet eens zo lang geleden, tot 1912. Dus van 1842 tot 1912 hebben hier mensen leren zwemmen. Dan zijn we alweer bijna aangekomen bij de parade op het Westbroekpark. Het Westbroekpark is eigenlijk heel bijzonder, want er zijn heel veel verschillende culturen in Den Haag en alles komt hier bij elkaar om te spelen, om te eten. Dat maakt het Westbroekpark zo bijzonder. De dependance van de rekenkamer. Ja.